Tia met de klap erover. En nu mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabaitja gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. Niemand in staat van deze man in Verona te volgen. Als hij het hier in Avila kan, wat dan in Verona? En dan mag die stijl al niet meer zo vloeiend zijn. Het is wel zeer efficiënt, Frank. Je moet nog blijven trekken, hoor. Het is nog goed 1,5 kilometer. Straks op 1 kilometer van het einde. Deze mannen mogen we afschrijven. We gaan hier linksaf. Zarabaitja doet er nog alles aan om terug te komen. Kan hij dat nog? Ziet hij Van den Broeke nog rijden? Van den Broeke is de bocht al uit. Is daar al voorbij. Trapt overigens veel groter. Ik denk dat het binnen is, want hij kan hier heel even op zijn effen komen. Nog wel een laatste rechte lijn. Daar gaat het nog stevig bergop. Van den Broeke kijkt om en daar al het zegengebaar. Wel, wel, wel. Hij is der Meister. Ongetwijfeld. 13 seconden pakt hij. In nauwelijks 800 meter. Dit is de beste renner van het ogenblik, dames en heren. Ulrich zal deze Vuelta winnen. Maar dit is ongetwijfeld de beste prof van het moment. Van den Broeke. Hier is zijn 8e van het seizoen. Zijn 2e in deze Vuelta. Schitterend. Over de Tarn. Mooi zo. Saint-Cécile. Hier. Lichtjes bergop, lichtjes bergop. Dat lijkt me geknipt voor Juwe. Juwe zit heel goed, heel goed. Dat lijkt me bijzonder geknipt voor Juwe. Daar komt Trentin, opgelet voor de opkomende golf. En daar komt ook Philipsen, daar komt ook Philipsen. En die kan best rap springen. Nu komt Juwe los. Van Aert hier aan de andere kant. Oh, allemaal samen op een rij. Wie komt daar nu uit? Is dat Van Aert? Is dat Van Aert? Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert die het haalt! Nummer 3 is binnen! Wout van Aert wint een denderende, donderende etappe. Hoe is het mogelijk? Drie stuks op 10. Wout van Aert zet ze allemaal een neus. Freccia, Hinkepie, Tombone. Tombone in een uitstekende positie. Goed hoog blijven. Die niet laten ringeloren. Daar nog een tijdje blijven zitten. En toch opletten dat het niet al te traag gaat. Niet te lang met die sprint. Wachten. Tom, ik zou nu versnellen mocht ik jou zijn. En hij doet dat. Dat gaat nog altijd uitsteken en hij gaat nu aan. Hij duikt binnendoor en gaat Tombone hier uit de laatste bocht. Als de winnaar van Parijs-Roubaix de Bosch kan komen. Tombone kan nog versnellen en kan hij Hinkepie afhouden. Tombone gaat Parijs-Roubaix winnen. Tombone wint Parijs-Roubaix. Halleluja! Voor de dubbel. Na Ronde van Vlaanderen ook Parijs-Roubaix. Het is onwaarschijnlijk. 2 jaar nu van Peteghem, Tombone met de dubbel. De 8e Belg die dat lukt. En wat een rijtje. Van Peteghem, Roger de Vlaming, Van Looy, De Bruyne in panisch, Rebrie, De Gijsels en Bonen. Wie zet aan? Pauwels misschien. Navarro op een lengte. Navarro op een lengte. Die wordt derde. Die wordt derde. En Belg wint boven op de Van Toe. Nog een goede 150 meter. De Gent trekt zich op. Pauwels, komt hij nog aan het wiel? Komt hij er nog over? Die kracht. De Gent wint. De Gent wint. De Gent wint hier en op de Van Toe. De en Gent pakt de bollen. Wint de etappe op de Van Toe. Enfin, het is Charles Renard, maar dat kan ons worst wezen. De Gent wint voor de Lotto. Hopzakee. Pauwels tweede. 1 en 2. En Navarro dan toch nog gekild. Derde. Vroeg. Dat doet hij ook. Dat doet hij ook. En dreigt Steegmans nu iets te snel vooraan in de wind te zitten? Het was te vroeg, vind ik persoonlijk. Maar goed. Opgelet voor binnenkant de opkomende man. Dat is Julian Dean. Maar de Jong houdt het wel lang vol. En daar gaat Steegmans. Daar gaat Steegmans. En hij sprint de rest radicaal uit het wiel. Kan er nog iemand aan dat wiel van Gert Steegmans? Nee. Ze komt er niet meer aan. Volhouden Gert. Daar is de streep. En hij pakt hem! Ja. Mooi. Pakt hem, Steegmans, dan toch. Voilà, zoals we zeiden. Dan toch, en wat een aanzet. Hij heeft de rest gedegradeerd en hij wint zijn 2e rit. Na Gent vorig jaar, hier de koninklijke op de Champs-Élysées. De mooiste van allemaal. En Sastre wint de Tour. Zo zie je, maar je moet altijd in je sprinter blijven geloven, altijd. Wat een schone zondag. Doe maar een naad. Blas van Hagen zit uitstekend geplaatst. Stuyven zit nu plots in positie 3. Van Aert kiest voor de koord. Laat zich niet insluiten.
Dat zit dus goed. Stuivend voor Van Aert. Sagan wil aan het wiel van Aert blijven. Hier komen ze, hier komen ze. Wie duikt erin? Het is Boas van Hagen die aanzet. Stuyven zit uitstekend aan het wiel. Stuyven komt er nu midden door, midden uit. Alaphilippe komt ook krachtig tevoorschijn. Alaphilippe helemaal uit evenwicht. Dan Stuyven tegen Van Aert. Stuyven tegen Van Aert. En wie? Bohagen. Van Aert wint! Van Aert wint! Ram, bam, bam! Dit is de verlossing. Dit is dit unieke beeld waar je als renner naar tracht. De Ronde van Vlaanderen winnen. Met Parijs-Roubaix, de voorjaarswedstrijd met de grootste uitstraling. Die waar je het hardst moet voor vechten. Voor elke morzel gronds. Knokken. Aanval opgezet op 100 kilometer van de streep. Solo op 50 kilometer van de streep. 9 bergen alleen. De Belgische kampioen wint de Ronde van Vlaanderen. Iedereen wist wat hem te doen stond. Gilbert volgen. Ze zijn er niet in geslaagd. Om verschillende redenen. Dan moet je het luid van de daken schrijven. Philippe Gilbert, anno 2017, wint oververdiend de Ronde van Vlaanderen. Het is tientallen jaren geleden dat we nog zo'n uniek nummer gezien hebben. Voilà! Schoner kun je dat niet afronden. De erelijst nog wat meer in verf gezet. Amai. En sprinten ze van Peteghem en Pierri. Van Peteghem en wint Parijs-Roubaix. Dat bleef, voilà. En haalt een historische dubbel. Van Peteghem is top. Van Peteghem hoort tot de legende. Wat een ontknoping. Daar komen ze. Verkwanselen? Nee, dat gaan ze nu niet meer doen. Het spel met de borden. Het spel met de borden. Van der Poel nogmaals als een volleerd pistier. Alsof hij in de bovenkant van de bocht hangt. Nog 400 meter. Het gaat nog altijd om een verschil van een goede 100 meter. 300 meter. En toch komen ze akelig dicht. En toch speelt 250 meter. Speelt Van der Poel nog altijd dat akelige spel. Opkijken, oppassen en niet te lang meer wachten. Want nee, we zijn op 200 meter. Nee, nog 200 meter. Ik zal beginnen. En Daan heeft hem heel goed opgevangen. En dan Van Aert erop en erover. Gaat Van Aert erop en erover. De tweestrijd. En wie houdt er het langst vol? Wie komt? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is. Ik weet het niet. Zo zijn ze aan elkaar gewaagd. Christophe is derde. Dat met zekerheid. Zo zijn ze aan elkaar gewaagd. Daar is het Van der Poel. En het is Van der Poel die wint. Van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen 2020. Mathieu Van der Poel doet alles wat hij kan om op zijn beurt ook nog helemaal vooraan het front te verschijnen. En op 400 meter kan hier nog veel. Het slaat hier plots helemaal om. Ja, dat nog gedacht. Van der Poel die hoopt een ander zal de kastanjes uit het vuur halen. Maar moet het dan zelf doen. En hoopt Jan Dori op deze manier nog de Amstel Gold Race binnen te halen. En Alaphilippe kijkt en weet dat hij eraan komt. Dus gaat hij heel ver die sprint aanpakken. Van der Poel komt wel. Van der Poel komt wel. En komt er Jan Dori ook nog uit. Gaat hij de Amstel Gold Race winnen. Het is toch niet waar. Het is wel waar. Het is Van der Poel die de Amstel Gold Race wint. Vanuit een verloren positie mannetjes. God en klein Pirke. En wat doet Van Avermaat? Gaat hij hem tijdig opvangen? Stibar is klaar voor de grote duik. Van Avermaat naar de kop. Het tumult is daar, want daar komt Bonen eraan. Achtervolgers komen binnen. Stuyven en Moscon komen terug. Die komen inderdaad zeer, zeer snel. Die komen nu inderdaad in beeld. Ze komen plots, net als vorig jaar, met z'n vijven. En dan gaat Moscon inderdaad duiken. En dan mag je je niet laten ingeloren. Moscon gaat aan de bocht in. En Van Avermaat heeft zich laten insluiten. En Stibar is de pijp uit. En komt Van Avermaat nog terug? Komt Van Avermaat nog over Stibar? Komt Van Avermaat daar nog over? Van Avermaat, het moet. Het is Van Avermaat! Van Avermaat! Delirium! Van Avermaat met overmacht. En hier de sprint voor de ereplaatsen waar Bonen, en daar gaan we voor staan, op een circa tiende plaats eindigt. Maar wat een ontknoping. En kijk, Tom, moet zich blijven focussen. Ik zou het niet meer doen, Thomas. Niet meer doen, jongen.
Hier is die streep. Nog een goede 500 meter. Dat moet toch volstaan, hè? Hij gaat niet langs de kant even kijken om te zien of ze eraan komen. Nee. Dat is volle bak doorjassen. Met winst in de Tour naar de Ventoux hier in Saint-Étienne. Op wat voor een manier. Het zit eraan te komen. Hè. Het zit eraan te komen. Ik ga erbij staan. Ik heb wel geen pet aan, maar ik doe ze af. En die andere 10 ook. Hij gaat het Jan Dori waarmaken. Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk. Dit is vrijwel onuitgegeven. Je gaat weg van bij de start. 200 kilometer in het offensief. Je rijdt ze allemaal naar de vaantjes. En je maakt het af, ondanks de opkomst van wereldtalent. Viva de Gent! Alsjeblieft, nee. Jongen. Doe het. Doe het, Johan. Kom maar aan, jong. Kies de juiste versnelling. Laat u niet vloeren. Niet te snel beginnen. En niet met die elf. Giannetti gaat aanzetten. Giannetti gaat de kop nemen. Giannetti... Nee, toch niet. Kom aan, Johan. Goed anticiperen. Alles samen persen. Heel die carrière nu samenballen. In die ene versnelling. Die ene explosie. Ja, Giannetti zet aan. Johan, Johan reageert. Johan Museeuw reageert gepast. Wie is de sterkste? Giannetti of Museeuw? Wie wordt het? Ja, Museeuw! Museeuw is de wereldkampioen! Museeuw is de wereldkampioen! Museeuw is wereldkampioen. Onvoorstelbaar. En Axel Meijer nog derde zeker. Kom aan, Axel. Bartoli op Merck. Kom aan. Begin. 150 meter. Bartoli of Axel. Kom aan, Axel. Je hebt het verdiend. Kom aan. 1 en 3. 4 is ook mooi. 4 is ook mooi. Kom aan, Axel. Schitterend, Axel. Nee, dit is Bartoli. Bartoli 3. Axel 4. Schitterend. Axel 4, Viranke 5 en Sabri 6. We hebben een wereldkampioen, dames en heren. Als men naar 300 meter nog. Als men naar dit overleeft, dan overleef ik alles, denk ik. 300 meter nog. Nu uitkijken, zorgen dat je niet te groot staat. Voelsang aan de kop. Zorgen dat je niet te groot staat. Van kijken. Heel verstandig, goed oppassen. Maika, derde positie. Kijken. Niet laten instellen. En aanzetten. En aanzetten. Volle bak doorgaan. Alles uit het lijf sprinten. Geven, jassen, vlassen. En Olympisch goud. Niemand anders. Olympisch goud. Olympisch goud voor Greg Van Avermaat. Voilà. Bekroning van een supercarrière. Van Avermaat pakt goud aan de Copacabana. Yes. We hebben wel niet gewonnen. Onvoorstelbaar. Vijfde, zesde positie van die groep. Stangilje die trekt de sprintopgang. En dat lijkt me een klein beetje te vroeg, maar ze zijn er nu wel ze bij. Zijn erbij, ja. Het kan nog altijd voor Tom Boonen. Stangilje op kop, dan Vino Korov. Tom Boonen moet nu wel een beetje naar voren gebracht worden, want Bettini gaat zo meteen aanzetten. Ze worden nu een beetje overrompeld. Valverde zit daar ook nog altijd. Boonen zit aan het wiel van Valverde. Ik zie geen Petacchi. Tom Boonen moet zich nu losmaken, mag zich niet laten insluiten. Vino Korov in het centrum. Valverde zet zich recht. Tom Boonen komt eruit. Tom Boonen pakt nu over. Tom Boonen over Valverde. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen. Niet te geloven. Tom Boonen is wereldkampioen. 50 meter op kop en het is genoeg. Tom is wereldkampioen. Moeder, we zijn nog niet thuis.